Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen. Dit weekend kunnen we voor de laatste keer dit jaar naar de hippodroom van Waregem voor de slotmeeting van het seizoen. De TRC wordt als vierde koers van de namiddag gereden. En hierin komen er maar liefst 17 deelnemers aan de start. Toch kunnen we u enkele vaste favorieten meegeven. En hierbij denken we in de eerste plaats aan Jurti Kalin, die met het nummer 16 aan de start komt. Deze Franse merrie won deze zomer in Oostende, maar deed het voordien met een tweede plaats uitstekend in Waregem. In deze referentiekoers aan de Gaverbeek loopt Jurti Kalin in de grijze kleuren in tweede stelling. De hele koers blijft ze binnen de eerste drie. Het is interessant om ook twee andere paarden te volgen. Harmonie du Source in de blauwe kleuren en Hilaria de Duffel in de rood-zwarte uitrusting. Ook zij strijden mee voor de ereplaatsen. Maar in de laatste 100 meter kan Jurti Kalin dit duo als derde en vierde achter zich houden. De winnaar, Canon Oxford, is dit weekend niet van de partij. Maar het feit dat Jurti Kalin die dag zowel Harmonie du Source als Hilaria de Duffel kon kloppen, levert haar de voorkeur op in onze selectie. Nochtans is Hilaria de Duffel een tegenstander die niet te onderschatten is. Haar beste prestatie van de voorbije zomer vond plaats in Oostende. Opnieuw in de rood-zwarte kleuren van Ingrid Vonks loopt deze merrie bij de eerste drie. Maar de sterke Nakamura was op ASEC Wellington die dag niet te kloppen. Hilaria de Duffel kon de tweede plaats op overtuigende wijze veiligstellen. Als ze dit niveau ook in Waregem laat zien, dan hoort ze thuis bij de eerste drie. We vullen onze TRC aan met het nummer 9, Izal Kostrik. In de sulky zit de Noord-Franse driver Michel Bizou. Deze combinatie deed het de voorbije weken prima in Mons. In de rood-geel-zwarte kleuren loopt Izal Kostrik hier de hele tijd in de kopgroep. Ook in de eindfase strijdt hij mee voor de dichtste ereplaatsen. Hier heeft hij het voordeel dat hij omwille van zijn winstsom over een voorgift van 25 meter beschikt. Ideale omstandigheden dus om bij de winnende TRC-combinatie te eindigen. Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen.